Dit is mijn kat, Meneertje. 4 jaar geleden kwam hij bij hem wonen. Hij heeft superveel mensenvrienden in de buurt die ik niet ken. Omdat ik benieuwd ben met wie hij allemaal omgaat, ga ik naar ze op zoek. Via een trackingsysteem zie ik waar hij uithangt. Toen wij elkaar dus net leren kennen, toen kwam jij hier. En toen wilde je voetbal kijken eigenlijk, maar toen was ik helemaal in tranen omdat Meneertje kwijt was. Weet je dat nog? Het regende keihard, toch? Yeah. Ja. Dus wij overal langs de deuren een briefje naar binnen doen. Heb je Meneertje gevonden, mijn kat gevonden, kroegjes binnenlopen. Nou, Meneertje was eigenlijk nergens te bekennen. En op een gegeven moment toen kwam ik een... Ja, wat dat was Wester volgens mij. Ja. Toen, op een gegeven moment kwam ik Wester tegen. Ik dacht, nou, hij neemt me in de maling. Hij zei ja, want ik vroeg aan hem, hey, heb je toevallig een grote, witte, rode kat gezien met een klein beetje een rotkop? Hij draaide zich in één keer om van, ja, ik heb hem gezien. En uiteindelijk had hij wel gelijk en zat hij eigenlijk bij hem binnen. Hallo. Ik woon daar. Ken je Meneertje ook? Heeft hij wel net een keer maar ook een dat ziet in mijn lopen. Floppy. Floppy, noem je hem Floppy? Wat zijn jullie aan het doen, Floppy? We maken een serie, dat is mijn kat, Meneertje. En we maken een serie over Meneertje, want die heeft heel veel vrienden die ik niet ken. Hij kent de hele buurt. Ja, ja. Dus ik dacht, ik ga kijken met wie hij allemaal vrienden is. Ik was hem een tijdje kwijt en toen gingen we hem zoeken en toen was hij bij Wester. En zo hebben wij elkaar eigenlijk ontmoet. Komt hij bij jou ook thuis, Floppy? Floppy? Ja? Ik ben nooit binnen geweest. Nee. Een andere zwarte is wel een keertje binnen geweest. Zo zag ik opeens een kat daar lopen. Oké. Okay. Wat is die? Hoe heet die? Blackie? Blackie, ja. Die ken jij ook? Van Hans. Jij kent ze allemaal. Van de buurman. Kom even binnen. Meneertje, ga je mee? Kan jij je nog herinneren de allereerste keer dat je Meneertje hebt ontmoet? We moeten hier op straat zijn geweest. En dan loop ik naar binnen en hij liep gewoon mee, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En wat dacht je toen? En toen dacht ik van, nou gezellig, die blijft eventjes. Ja. Heb wat katten eten gekocht. Ja. Even eten gegeven. Nou, en toen bleef hij ook. En toen dacht ik van, nou ja, blijft ook gewoon maar meteen slapen. Hè? Volgens mij is hij toen 2 dagen hier gebleven. Oh ja? En toen zag ik jullie met een vriend. Met Melchior, ja. Met mijn vriendje was ik hem aan het zoeken. Ja. Eigenlijk een beetje kloten toen jullie aankwamen van, mijn kat kwijt is. Kut. Je wilde hem eigenlijk wel houden. Echt? Ja. En dacht je toen dat het een zwerfkat was of dacht je dat het verdwaald was? Hij is wel erg relaxed voor een zwerfkat. Ja, dus dat kan, lijkt me niet. En ook niet waarom. Nee. Gewoon een beschaafd dier. Ja. Ik denk dat hij zelf denkt dat hij een mens is. Dat denk ik ook. Toen is hij nog wel een paar keer geweest op bezoek. Maar even een bliksembezoekje. Ja. En dan volgens mij de laatste keer was het hier... Heeft hij hier een beetje gepoept of zo? Heeft hij gepoept in je huis? Ik zie van nou, is goed. Oh, echt? Of gekotst iets. Oh, gekotst zou wel. Ja? Ja. Ik heb dus nu dat trekapparaat aan hem gehangen. Daarop zie ik dus waar hij loopt. Kan ik hem live bespioneren. En ik kan ook terugkijken waar hij allemaal heeft gelopen. Van mijn huis gaat hij zo naar de speeltuin. Dan gaat hij daar even poepen. En dan loopt hij deze straat in. En dan gaat hij hier alleen maar voor jullie deur rondjes lopen. Ja, dat is bizar, hè? Dan loopt hij zo weer terug richting mij. Dan gaat hij even bij mij kijken. En maar dan gaat uren hij hier voor de deur, hè? Ja. Er zitten daar katten naar buiten te kijken. Ook een rode. Ja. Dus die zitten dan ook kopjes te geven door het raam. Ja. En, vindt die kat hem ook leuk? Nou, ik denk het wel. Anders blijf je niet altijd zo zitten kijken. Maar denk je dat hij de hele tijd hier voor de deur zit voor die kat? Zou niet voor mij zijn, toch? Ja, misschien wel. Een uurtje is toch niet voor mij? En wat doe jij? Ik werk in een brouwerij als werk. En ik ben met muziek bezig. Je maakt zelf muziek? Luisteren, maken, ja. En je doet toch ook optreden soms? Optredentjes, ja. Maar je woonde hier pas net, toen je Meneertje leerde kennen. Dat is mijn eerste vriend. Ja. Eerste vriend in de buurt. Ja, ja, ja. En wil je zelf geen kat? Ja, maar we moeten eerst een honk vast worden. Nu ga ik bijvoorbeeld 5 weken weg. Waar ga je naartoe? Mexico. Caribe. En Belize, even kijken, Belize. Ken ik niet. Ken je niet, Belize?
Het ligt in Latijns-Amerika. Dan praten ze Engels en er wonen zwarte mensen. Ja. Yeah. Dus, nou, het is een heel apart land daar. Op vakantie? Een biertje brouwen daar. Ga je daar in een bierbrouwerij werken? Beginnen. Je gaat een bierbrouwerij beginnen? Ja. Zelf? Dat lijkt me wel. Dan moet je daar wel gaan wonen, toch? Ja, maar het is een lange termijn project. Hé, hey, en hoe zou je jullie vriendschap beschrijven? Nou, die zou ik niet beschrijven eigenlijk. Nou, gewoon, hij is heel, ik vind hem super mellow en grappig. Hij is ook een beetje zo'n half schil oog. Ja. Heb ik ook een beetje, een half... Heb je ook een schil oog? Een luie. Ja, oh ja, klein net, beetje luie. Ja. Ja. Nou, dus dat is ook gewoon een beetje een verwantschap of zo. Dat is ook wel, ja. Hij is altijd ergens mee bezig, hè, maar wat onduidelijk. Ja, maar het is wel constant, zeg maar. Dat hij er wel geconcentreerd mee is dan. Fucking deur openmaken, what the fuck.